Zo, hoe zie ik eruit? Kan het ermee door? Ik heb wel wat make-up nodig hoor, want vanmorgen zaten er kringen onder mijn ogen. Dus ik heb concealer gebruikt, een foundation, een blusher om het aan te zetten. Maar ja, of dat dan echt heel goed is voor je gezicht, ik weet het niet. Dus ik ga op onderzoek uit. Hallo. Hi. Een prachtige studio heb je hier, zeg. Dankjewel. Echt te gek. Want waarvoor gebruiken jullie deze ruimte bij Studio Creative? Ja, we doen hier echt van alles. We doen hier de fotografie, dus veel fotoshoots doen we. We geven hier workshops eigenlijk elke dag. We geven hier ook makeovers en we geven hier ook opleidingen. Ja, ik vind het altijd heel leuk. Ik ben daar eigenlijk elke dag wel mee bezig. Veel vrouwen natuurlijk. Maar is het nu slecht voor je? Ja, gewoon reguliere make-up is vaak slecht voor je huid, omdat er veel chemische producten in zitten. Wat ook echt slecht is voor je huid, omdat het je poriën ook echt verstopt. Veel mensen met een gevoelige huid kunnen daar vaak ook echt niet tegen. Daarvoor zijn wij begonnen met minerale make-up. En dat is juist echt goed voor je huid. En waar verschilt dat dan? Ja, het is echt een 100% natuurproduct en is juist echt goed voor je huid. Want mineralen make-up echt een verzorgende werking heeft, verzachtende werking, ook antibacteriële werking. Dus het is echt juist een verzorgend product. Ja, want ik heb best wel een gevoelige huid zelf. Is het dan juist fijn om te gebruiken? Juist. Ik heb zelf ook een hele gevoelige huid. Ja, dat is ook eigenlijk de reden geweest dat ik met deze make-up begonnen ben. Omdat ik juist een make-up zocht waar ik dan tegen kon. En ja, ben ik met mineralen make-up terechtgekomen. Dus het is echt juist goed voor degene die echt een gevoelige huid hebben. Bijvoorbeeld mensen die rosacea hebben, couperose, acne of eczeem. Daar is echt juist een verzorgende make-up voor. Ja, en make-up doet ook veel voor je zekerheid. Hè? En zeker in zo'n geval. Dus wat ik nu op mijn gezicht heb, dat is helemaal niet goed voor me. Eigenlijk niet. Nee, zullen we het er maar meteen afhalen dan? Lijkt me een goed idee. Dit kwam eraf zetten. Smerig eigenlijk, hè? Dat je dat er gewoon op je gezicht smeert. Die gaan we snel weggooien. Maar er gaat straks dus minerale make-up op, hè? Maar is dat nou nieuw? Eigenlijk is het helemaal niet nieuw. Het is eigenlijk iets van vroeger. Heel lang geleden gebruikten ze natuurlijk alles uit de natuur, dus dan gebruikten ze ook al gewoon mineralen als make-up. En welke producten zijn er dan in mineralen make-up? Nou, eigenlijk hebben we het hele assortiment. Dus van concealers en foundations tot aan mineralen mascara's en lippenstiften. Dus eigenlijk alles. Dus dit gaat helemaal goed komen. Oh ja, absoluut. En hoe ga je dat aanbrengen? Ga ik je allemaal laten zien. Ja? Ja. Oké. En klaar? Dankjewel. Oh, ik vind het heel mooi dit. Mooi, echt? Ja. Zacht ook. Heel zacht, ja. Want wat voor producten heb je nu gebruikt? Ik heb eigenlijk de basis gebruikt, de concealers om de oneffenheden in het gezicht weg te werken, de foundation, de blussende bronzer en de highlight. En natuurlijk een mooie lipglossje om het af te maken. Want waar kun je die producten kopen eigenlijk? Nou, je kan hier met de workshop meedoen, kan je natuurlijk de producten aanschaffen of je kan gewoon lekker langskomen. Maar je kan ze ook via de webshop aanschaffen, ja. Ja, ik ben er heel blij mee. Mooi hoor. Het is zonde als het niet wordt vastgelegd, toch? Nou, daar komt-ie hoor.